Otto Heitinga is 62 jaar als voor hem en zijn vrouw Els het echte leven kan beginnen. Eindelijk kunnen ze gaan genieten van hun oude dag. Samen op reis, de wereld zien. Maar dan gaat het helemaal mis in het hoofd van Otto. Hij gaat steeds meer dingen vergeten en de blik in zijn ogen wordt leger en leger. Otto heeft de ziekte van Alzheimer. Ik vond echt het allerergste de momenten dat ik merkte dat hij mij niet meer herkende. Dat hij niet meer wist dat ik zijn vrouw was. Dat is zo moeilijk om te accepteren als je ruim 40 jaar gewoon een goed huwelijk hebt gehad. Je deed alles, we spraken alles met elkaar. En ineens weet hij niet wie je bent. Denkt hij dat je een vriendin bent of een... Ja, dat is heel verschrikkelijk. Inmiddels is Otto 72 jaar en zijn hersenen zijn ernstig beschadigd. Dag in dag uit neemt Els de zware zorg voor haar man op zich. Maar dat is nauwelijks vol te houden. Otto loopt de hele dag te zoeken, maar hij weet niet waarnaar. Hij kan geen moment meer alleen zijn en stelt onophoudelijk dezelfde vraag. Hij vraagt de hele dag naar zijn moeder. En dat gaat maar door. En als ik dan uitleg dat zijn moeder in de kerk in de hemel is, daar gelooft hij helemaal niets van. Alles draait om Otto. Je bent constant, ben je met Otto bezig. Dit is voor niemand vol te houden. Je kunt hem eigenlijk niet meer alleen laten. Want hij verstopt alles. Hij zoekt. Ik denk dat hij iets van zichzelf aan het zoeken is. Hij zoekt naar zichzelf. Af en toe word je gillend gek. Of wat ben je aan het zoeken? Huh? Wat ben je aan het zoeken? Nou, dat weet ik niet precies. Ik weet ook niet wat ik zoeken moet. Nou, ik snap er niks van. Ik mis het meest het maatje zijn. Je verliest zo je maatje. Je bent zo alles kwijt. Hij is er niet meer. Het is mijn Otto niet meer. Je krijgt nooit meer een arm om je heen. Je hebt geen man meer. Helaas staat het verhaal van Els en Otto niet op zich. Want zoals Otto zijn er in Nederland 235.000 mensen met dementie. Alzheimer Nederland wil dementie stoppen. Maar dat kan alleen met uw hulp. Bel nu 0800 1747 en word donateur van Alzheimer Nederland. Het is een vreselijke rotziekte. Ik zie Otto zo lijden, zo niets meer weten. Ik hoop echt dat ze ooit iets vinden tegen deze vervelende ziekte, deze afschuwelijke ziekte.